Vrienden, ze zijn gewoon een wedstrijdje aan het houden in Den Haag. Ja, die denken, hoe kan het nog slechter dan met de liegende Rutte en met de kakelende en met jongetje Jette en met knulletje Klaver. Ja, en degene die wedstrijd nu zijn begonnen, het is de Partij van de Arbeid. Ja, heb je een beetje gevolgd? Nou, die gaan nu gewoon misselijkmakend voorbij. En het is werkelijk verschrikkelijk. Want in die hele affaire nu, tussen die Bergkamp en die Ariep, ja, daar spelen een paar mensen, die Nijboer, ja, van de Partij van de Arbeid, die zit dus gewoon in dat bestuur van die Tweede Kamer. Die heeft dus al die tijd geweten dat er een onderzoek kwam naar die Ariep en mondje dicht. Ja, dus die naait haar gewoon, ja. En dan heb je, daarbij kwam er dus een brief, hè, van uit de Tweede Kamer voor die Bergkamp, hè, die deugt dus ook niet. Dus een aantal mensen hadden allemaal een brief geschreven, SP en de PVV en de Omtzigt en de Caroline en nog een paar partijen. Maar daar, Klaver had daar niet mee getekend, maar helemaal niet mee getekend. De Partij van de Arbeid, ja. En daar komt dan ineens onze Atje, dubbel T Kuiken, kwam daar om de hoek kijken. Want die dubbel T, die had ook niet meegetekend. Nee, en toen werd die Ariep zo boos eigenlijk. En die dacht bij zichzelf, ik stop ermee als Kamerlid. Want als ik totaal geen steun krijg uit mijn eigen partij, hup, dan ben ik weg. En die heeft dus nu opgezegd. Ja, en volkomen terecht. En dan moet je dan die reactie zien van die dubbel T Kuiken. Nou, dat is werkelijk, vrienden. Oh, wat is het staat van de gemeenigheid, de valsigheid en alles. Dat lees je eraan af. Want dan komt er ineens van, oh, ze is overvallen. Ze is overvallen door het feit dat Ariep nu stopt. Ja, ja, ja. Dubbel T Kuiken. Ja, nou wat ben jij dan voor een fractievoorzitter als je helemaal niet weet wat er bij je mensen speelt? Hoe kan dat nou? Ja, en toen ging ze nog een keer van, oh ja, oh, we zullen je zo missen. En Ariep, oh, je bent zo geweldig geweest voor ons altijd. Nou, vrienden, dat wat ik net zei, het is misselijkmakend voorbij. Het is heel, heel ernstig wat daar gebeurt bij de Partij van de Arbeid. Die zijn daar alleen maar bezig met spelletjes en vrienden. Maar dat niet alleen. Ze laten elkaar ook vallen. Gewoon zo. Met de snelheid van een meteoriet. Vop, hebben ze die Ariep laten vallen. Schandalig. Gewoon. En daarom denk ik, beste vrienden, dat die Partij van de Arbeid, die hoeft aan welke verkiezing komende tijd gewoon niet mee te doen. Nee. Daar zijn de mensen nu helemaal mee klaar. Want dat is toch de partij van, we komen op voor elkaar, weet je wel. Het is toch de partij van solidariteit. Ho, dat is lekker solidair. Met onze Ariep. Nee, die Partij van de Arbeid. Die haalt geen enkele zetel meer. Die kunnen zichzelf gewoon nu heel gerust opheffen.